Verhalen zijn belangrijk, maar misschien zijn de karakters die die verhalen bevolken nog wel belangrijker. Zeker in het spannende genre. Ik bedoel, we kennen allemaal Sherlock Holmes, we kennen Miss Marple, Jurre de Kok. We kennen ze, houden van ze, maar al die avonturen? Geen idee. Probeer dus een mooi en rond karakter te creëren. Dat wil zeggen een karakter met goede eigenschappen en slechte eigenschappen. Want dat maakt het boeiend, menselijk. In Scandinavië doen ze dat ook. Daar overdrijven ze het wat meestal. Daar heeft elke rechercheur een drankprobleem. En is van zijn vrouw af. En heeft een zoon aan de drugs. En een dochter in de prostitutie. En heb ik het ook niet eens over zijn hond gehad. Dat is wellicht wat overdreven. Maar een karakter met een zwart randje is een boeiend personage. En dat is wat we willen. Geen bordkartonnen types. En geef hem een sidekick. Een sidekick is leuk. We kennen Watson bij Sherlock Holmes. Flatter. Bij de kok, en zo zijn er nog tientallen voorbeelden. En dat is niet alleen omdat dat voor de humor is, of omdat we laten zien hoe briljant de speurder is. Nee, zo'n sidekick is ook een spreekhond. En dat is een type in een boek waar de hoofdpersoon zijn overwegingen tegen kan uiten. En wat hij vindt van een zaak. En op die manier volgen wij als lezer de logica van de speurder. Tot hij uiteindelijk de misdaad heeft opgelost. En probeer daarnaast wat levensechte mensen te bedenken. Met dialogen, heel belangrijk dialogen, die zo van de straat lijken te komen. Hou altijd oog en oren open. Een schrijver werkt altijd. Pik gerust van die grappige tante of van die eigenaardige ICT'er op je werk. Maak gebruik van ze, maar vertel het ze nooit. Speel leentjebuur bij de werkelijkheid, maar kleier je eigen mooie, kleine, lieve of kwaaie karaktertjes van. En bedenk, alles kan, alles mag, de schrijver is de baas.